Het CBS heeft weer eens een onderzoek gedaan. En wat blijkt? Mensen die hebben doorgeleerd verdienen 2 keer zoveel dan de laag opgeleide. Succes, kortom, is wel degelijk een keuze. En dus sturen wij vandaag onze Daan langs op het Amsterdamse ROC. Up in the morning and out to school. Mensen met een lage opleiding verdienen 2 keer zo weinig als mensen met een hoge opleiding. Klopt. Balen, hè? Ja, dat is wel zo, ja. Fucked up. Dat andere mensen 2 keer zoveel verdienen. Dat zijn rijke bitches. Waar je woon in, man? Terecht. Fucked up, G. What the fuck, man? Dat is fucked up, toch? Jij gaat niet doorstuderen? Denk het niet. Ik ben niet zo slim, dus ik kom niet zo ver. Nou, G, ik ben hooggeleid, G. Altijd goed geleid en shit. Nee, opgeleid. Ja. Wat ik wil gaan doen? Gewoon automonteur worden, echt zak openmaken, klaar. Openmaken, wat is het verschil aan zemmen? Eigen zaak openmaken of de zaak van anderen openmaken? Openen, ja. Heb je denk ik meer ervaring mee? Ja, samen met mijn oom. Ja, maar ik denk wel dat ik nog verder ga, want... Ja. Uiteindelijk wil je chirurg worden? Een lasser. Een lasser? Ja. Ik heb ringen, je weet zelf, man. What the fuck, man? Oh, man. Je hebt... Blackberry, iPod, kijk hier niet, man. Ik heb money, G. Ik steel van die rijke niggers. Van die rijke tata's. Je weet zelf, man. Sorry. Dat kan je ook gewoon doen in plaats van een andere opleiding volgen. Die rijke tata's, man. Ik heb les. Deel van die rijke tata's, wie kent hem niet? In het allereerste seizoen van het Po-nieuws besteden wij aandacht aan het feit dat hoger opgeleiden 2 keer zoveel verdienen als lager opgeleiden. Onze Daan ging langs bij een ROC om de reacties te peilen en stuitte daar op ene Sydney. Een scholier die op onnavolgbare wijze duidelijk maakte dat je ook met een matige opleiding kunt leven als een miljonair. Als je maar stilt van de rijken. Inmiddels is het filmpje meer dan 1 miljoen keer bekeken en is Sydney verworden tot een absolute cultheld op het internet. En ja, dat verdient natuurlijk een felicitatie. Mimang G, what the fuck is it G? Kom je naar mijn osso? Hoe kom je feliciteren? Hoe weet je waar ik woon? Nou G, hey G. What the fuck? Je hebt 1 miljoen views op YouTube. Hier, hoeveel G? 1 miljoen. Serieus G? Ik heb money G, ik steel van die rijke niggers. Van die rijke tata's, je weet zelf man. Sorry. Dus dat kan je ook gewoon doen in plaats van een andere opleiding volgen. Van die rijke tata's, mi man. Ik heb les. Ik moet betalen? Nee. Serieus G? Nee, serieus niet. Gratis. Ja, is gratis. Is voor mij G. Is voor mij. Dikke taart, hé. Hey. Oh, boetje. Hey, jullie krijgen maar kleine PC. 1 miljoen. Hoeveel is 1 miljoen eigenlijk? Hoeveel nullen? 6. Oh, DG. Stel je voor dat je voor iedere view 1 euro kreeg. Had je nu 1 miljoen euro? G, what the fuck, G? Hoe de waarom kijken ze naar mij, G? Waarom zetten ze niet gewoon een porno-site aan, G? Hey, maar luister, dus hoe denk jij dat het komt dat 1 miljoen mensen naar jouw filmpje hebben gekeken? Weet je waarom? Nou? Omdat hooggeleiden vinden lager, verdienen lager dan laaggeleiden. Ja, maar waarom kijken er dan mensen naar? Maar dat toch fucked up is, G. G, je moet gewoon stelen van die motherfucking rijke tata's. Weet je wat hun op hun motherfucking bank hebben? 6 nullen. Check deze wiet. Dit is fucking wiet uit fucking Baghdad, nigga. Moet je boom? Jij mag een boom meenemen van mij, man. Jij mag alles, G. Wiet is goed voor je hersen. Word je toch dommer van? Wie wordt dan? Van blowen word je toch dommer? Zie je waarom tata's dom zijn? Omdat ze niet blowen. Nee, maar jij bent dus slimmer omdat je bloot. Ja, ik heb mijn leven lief en ik heb mijn money lief. Als ik dood ga, kan ik mijn money niet meenemen, G. Nee, dat is lastig. Dat is niet lastig, dat is fucked up. Je moet praten als hoe ik praat, G. Dat is fucked up. Geen lighter, ik heb niks. Hé, moet je een lighter? Prijs de heer, rook wat meer. Prijs de heer, zwa. Rook wat meer. Ah, nigga. Hé, dat is fucked. Hé, dat is grappig. Hou maar. Ja, G. Ik zou het niet meer krijgen, mijn man. Voor jou, G. Hoe gaan we afscheid nemen? Gaan we huggen? Nou, met wie? Hukken. Geef me een box. Oké, okay. We komen terug bij de 2 miljoen views, hè? Oké, okay. Ik hoop die. Sony, fuck dat. Het is deze week de Week van het Geld. Een nationale projectweek waarin basisscholieren wordt geleerd om te gaan met centjes. En dus is er een speciaal lespakket samengesteld en komen bankiers op bezoek om de scholieren bij te spijkeren.
Heel verantwoord allemaal. Maar of de kiddo's er echt wat van opsteken, dat is maar de vraag. En daarom vroegen wij onze Sydney voor een gastcollege. Want omgaan met geld is voor hem geen probleem, als je maar steelt van de rijken. Geld, geld. Geld is alles, toch, G? Is geld belangrijk voor je? Ja, geld is belangrijk. Waarom dan? Anders kan je geen wiet kopen, je kan geen eten kopen. G, dit is goede shit, nigga. Jij praat geld, hè, G? Ja. Ik heb gesolliciteerd bij Albert Heijn, vakkenvuller. Die man zegt mij, ik ben niet geschikt voor vakkenvullen. Hoe ben je niet geschikt? Ik wil toch geld verdienen? Gewoon illegaal of legaal? We kunnen boten stelen, G. We kunnen karren stelen, winkelkarren stelen. Alles stelen, G. Nee, hier hebben ze alle niggers gewoon aan de echt één buurt gezet. Al iedereen die echt skeer is. Hey, als ik hier naar die flat kijk, hè, dan denk ik, zijn de mensen die hier wonen succesvol? Ja, man, zijn succes. Als je hier woont, heb je echt succes? Je hebt succes, ja. Hoeveel nullen is nou een miljoen? Zeven. Ik heb een envelopje voor jou. Ja, G. Wil toch money? Ja, G, ik heb... Maak maar open. Serieus, G. Het is de week van de... Is de week... Wat is de week van de? Het is de week van de money. Hoeveel is dat? Het is ongeveer... Het is ongeveer... 90 euro. Ja, G. Toch snel verdiend? Ze geven me gewoon 90 euro snel, man. Is toch lekker snel verdiend? G, voor een paar minuutjes. Tuurlijk, G. En ik heb gerookt. Jeet, ik ben hier tot G. Hé, mijn man. Hé, G. Ik kan dadelijk gewoon een Mackie buyen voor een chickie, man, G. 2 euro menu. Deze week wordt de Cannabis Cup uitgereikt. Is allemaal prima, maar wie er het meeste weet van wiet, is onze Sydney. Ja toch, G. Je weet zelf niet, man. Je weet zelf, G. Ik ga smoken, man. Je weet zelf, ik ben klaar voor deze ding, G. Gaan we naar binnen. Ja. Nederwiedewiedewiet. Nou, zeg het maar. Oh, dit, G. Dit is goede shit, G. Wat zeg je dan? Hey, thanks, G. Je weet zelf, man, G. Ja, ja, nee, ja, ja. Hey, hoe heet die cup? Hoe heet die Cannabis Cup. Cannabis, hey, dit Cannabis Cup is net als... UEFA Cup. Welkom bij Smoking with Sydney Cannabis Cup 2012. Wat geef je de White Widow voor cijfer? Een 7. Neem de tijd. Steel Blueberry. Deze is een 8, man. Deze gaat je fucked up high maken, G. En dit is de? 420 Haze. Oeh. Hey, deze krijgen 9, man. Caliboy is ook altijd koes. Koes, shit, nigga. Wauw. Deze krijgt 8,5. Sydney, rook man. Sydney, rook man. Hey, dit is goede shit. Als jij nu niet smokt, ik ga niet meer met jou praten. En Angie, is deze shit niet echt fucked up, nigga? G, hey, deze shit niet fucked up, nigga? Oh, kijk, hey, deze mag rem naar de drinken. De conclusie, we hebben de 4 getest. Welke is de beste? Van de 4 wiet? Van de 4 wieten? Van, dat is... Dan de 420 hees. Als ze dat niet kopen, zijn ze skeer. We hebben gesmoked. Nu kan je me altijd bellen. Ja? Je kan me altijd bellen, G. Je weet zelf. Oké. Ja, man. Mooi. De gemeente Amsterdam gaat vanaf 1 januari het blowen op middelbare scholen verbieden. Jongeren die straks toch worden betrapt riskeren een boete of een alternatieve straf. Het blowverbod is bedoeld om verslaving en overlast tegen te gaan, maar of het helpt is vers 2. Wij namen vandaag de proef op de som met onze doorgewinterde cannabiskenner Sydney. Binnenkort kunnen we dus niet meer blowen op het schoolplein. Wat vind je daar nou van? Dat is toch fucked up, G. Waarom is dat fucked up? Hoe kan je niet? Maar eerlijk, ik blow nooit op school. Waar dan? Ik blow achter de school. Ja, ik blow achter de school. Je moet niet voor de school. Je wil achter de school blowen? Je kan altijd achter. Wanneer kan je niet achter de school blowen? Het lijkt mij dat ze dan de buurt intrekken. En zorgt dat dan niet ook weer voor overlast? Nee, want ze mogen de coffeeshop niet in. Nee, maar dat mogen ze nu ook niet. Klopt. En toch hebben ze wiet, dus dat hebben ze dan ook. Ja. Blowen op een schoolplein, dat mag voortaan niet meer. En dat mocht dus wel? Ja, dat vond ik ook verrassend. Als mensen niet meer op school kunnen blowen, waar moeten ze dan blowen? Ik weet niet, G. Jij kan ook bij mij komen roken. Jongens, jullie kunnen allemaal bij Sydney komen roken. Nou, G. Hey, jullie gaan betalen zo. Jij bloot wel eens?
Ja, regelmatig. Ja, ik wel eens. Ja? Ook op het schoolplein? Nee. Je moet gewoon ergens smoken, G. Snel je helemaal, man. Thuis? Thuis. Mag dat? Nee. Ik vind het niet zo fijn om voor school te gaan blowen. Nee, want waar doe je het dan? Ja, een beetje bij mijn huis in de buurt of zo, of ook hier bij school in de buurt. Welke school is dit ook alweer? Dit is Barlees Gymnasium. Gymnasium. En jullie, gymnasium, dus jullie krijgen gym? Ja. Dit zijn allemaal slimme kinderen. Nou, G, ik ben hooggeleid, zo. Jullie zijn niet hooggeleid, zo. We zijn echt niet hooggeleid. Nou, G, ik heb money in mijn zak, G. Ik heb money, G. Hey, nou, jullie zijn komen zeggen, ik ben hooggeleid. Ik ben hooggeleid, zo. Weet je ouders wel dat je bloot? Dat weet ik niet. Nu wel, hoor. Kut. De theorie dat je dom wordt van joints roken kan in de prullenbak. Want uit Noors onderzoek blijkt namelijk dat daar helemaal geen bewijs voor is. En dat nieuws wilden wij onze eigen huisblower Sydney natuurlijk niet onthouden. Het grote nieuws is uit en we kunnen allemaal weer rustig slapen. Van blowen word je niet dom. Maar iemand wist dat natuurlijk al lang. En dat is Twitter G. Snap je G? Want van blowen word je niet dom. Hoe onderzoek je zoiets? Je kan dat niet zoeken. Oh, hoe ga je zoeken daaronder? Kan toch iemand zijn IQ meten? Wat is dat? Je IQ? I. Ja, IQ. Daar kun je aan meten hoe slim iemand is. Oké, geef me meten dan. Nee. Je wordt niet dom. Je wordt alleen maar... wijzer, G. Er is veel sneeuw, hè? Koud, hè? Fucking koud, G. Welke slimme mensen ken je dan bijvoorbeeld die heel veel blowen? Je kent Picasso. Hey, koningin blowstandaard. Plato. Dat is mijn filosofische nigger. Zelf Hussein. Oh, Hussein is al dood. Ja, die is al dood. Ja, Osama Bin Laden. Is ook al dood. Als koningin wakker wordt, ze gaat niet eens de tanden poetsen. Ze gaat direct jonko. Ze zegt, mag ik misschien een wietje? En allemaal gingen blowen. Nee. Antje, wil je ook roken? Antje, wil je smoken? Antje, kom maar, Antje. Ik maak je pakje Heineken. Je weet zelf, Antje. Ik zie dan nog meer slimme vragen. Ik ken alle vragen, G. De vraag die ons allemaal bezighoudt. Komt er een Elfstedentocht dit jaar? Elf. Nou, ik weet niet. Ik weet echt niet wat ik erop moet antwoorden. Elfstedentocht? Ik weet toch niet wat dat is, G. Dus jij bent slimmer dan Stephen Hawking? Ja. Ja, standaard, G. Hoe hoog denk je dat jouw IQ is? Mijn IQ is fucking hoog. Ik denk ongeveer 3000 zo. Ik kan je altijd bewijzen dat ik slim ben, G. Hoe dan? G, moet ik je de kwantummechanica uitleggen van deze ding? Ja? Ja? Oh, G. Je snapt die ding niet, hè? Je snapt die ding niet. Onze huisblower Sydney dan. Wij liepen hem ooit op een Amsterdams ROC tegen het lijf... waar hij ons op onnavolgbare wijze wist uit te leggen... dat je ook met een matige opleiding kunt leven als een miljonair. Als je maar steelt van de rijken. Sindsdien maakte hij regelmatig zijn opwachting in het Po-nieuws. De vraag is alleen, voor hoe lang nog? Want meneer is hard op weg een artiest te worden. Zo is zijn eerste videoclip in een paar weken tijd al meer dan 750.000 keer bekeken. En dat verdient wederom een felicitatie. Ik steelde van die rijke niggas, steelde van die rijke tata's. Je eerste echte eigen videoclip. Ja man, eigen videoclip, je weet zelf. Nu ben ik hier, nu ben ik altijd hier, ik ben altijd hier, G. Dan word je al een beetje herkend, krijg je een beetje vrouwelijke aandacht. Ja man, maar ik hoef geen vrouwtje. Ik moet alleen maar geld. Money, money, money. Hoor je chickie? Hoor je bij money chickie? Nee G. Chickie steelt je money. Jij bent gek G. Vroeger, ik moest veel stelen. Je weet toch, snap je? Het was vroeger fucked up. Bro, iedereen zijn leven was fucked up, weet je. Nu gaat alles beetje beter. Snap je, G? Ik heb alles nu. Ik heb echt alles nu. Ik zag ook dat er een klein zinnetje werd gewijd aan Po-nieuws. Ja, toch, jullie zijn Nadji. Ook naar mijn bro's, Po, je weet zelf. Er zaten wel weinig lekkere wijven in je videoclip. Ik heb er eentje geteld. Eentje, hoe kan dat? Ik zei nog tegen Pes, je moet niet met chickies komen, G. Zomaar, G. Die volgende clipje wordt voor die chickie. Dames, weet zelf. Kijk in die mic. Nee, kijk in de camera. Ik heb nog wat spannende chickies nodig voor mijn volgende clip. Stuk. Maar je moet je alleen aanmelden, G. Als je echt alleen span bent. Niet fatty fatty. Want fatty fatty is fucked up. Je weet zelf. Niet skinny skinny.
Je moet wel ijsje hebben. En je moet standaard gewoon rustig zijn. Ja, dus meld je aan op...